Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In het oosten van het land komt nog af en toe wat zon voor. In het westen is het al grotendeels bewolkt. En uit het wolkendek valt ook al wat lichte neerslag. In het westen is dat veelal in de vorm van wat natte sneeuw of sneeuw. In de loop van de namiddag en de avond gaat de neerslag zich verder oostwaarts over het land uitbreiden. En zeker in het binnenland blijft dat ook in de vorm van natte sneeuw of wat sneeuw. De temperatuur in de kustgebieden loopt weer wat op en daar kan de neerslag dan overgaan in wat lichte regen. Het plaatje voor de avond ziet er dus dan zo uit: overwegend bewolkt op veel plaatsen. In het oosten temperaturen dichtbij of misschien net iets onder het vriespunt. In het westen net iets boven nul en daar dus de neerslag overgaand in wat regen. In het oosten wat meer winterse neerslag. In de nacht trekt die neerslagzone geleidelijk aan verder naar het oosten van het land. Het gaat vrij langzaam. In het oosten valt vooral nog wat natte sneeuw of sneeuw. In het westen wordt het later in de nacht geleidelijk aan droog en komen er aan het einde van de nacht ook wat opklaringen. De temperatuur daalt tot rond of net iets onder het vriespunt. En dat zal vooral later in de nacht zijn, als er vanuit het westen dus weer wat opklaringen komen. Het kan dan ook even glad worden nog door bevriezing van een natte weggedeelten, En in het oosten is een kleine kans op gladheid door de lichte sneeuwval. Dan morgen overdag trekt de neerslag verder naar het oosten weg. En dan al vrij snel wordt het op de meeste plaatsen tamelijk zonnig weer. Blijft ook de rest van de dag droog. Het wordt zo'n 5 tot 7 graden bij een matige aan zee later vrij krachtige zuidwestenwind. Dan het weekeinde. Dat ziet er erg somber en regenachtig uit. Vooral zaterdag kan er flink wat regen vallen. In de loop van de dag loopt de temperatuur flink op. In de ochtend is het nog een graad of 4. In de namiddag en avond wordt het 9 of 10 graden. Verder een stevige zuidwestenwind die in zijn intrede doet en die gaat matig aan zee krachtig of zelfs hard waaien. Windkracht 4 tot 7. En op zondag gaat de wind nog wat verder toenemen. Aan zee misschien zelfs tot stormachtig kracht 8. Daarbij opnieuw nog steeds veel bewolking en periode met regen, middagtemperatuur rond de 10 of 11 graden. Op maandag gaat de wind weer wat afnemen en dan komt ook de zon er af en toe bij. Verder trekken er wel een aantal buien over het land en het kunnen buien zijn met een wat winters karakter, met misschien wat hagel of zelfs natte sneeuw. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 8, maar tijdens de stevige bui is het merkbaar kouder. En kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we die temperatuurstijging en in het weekeinde. Daarna daalt die weer wat naar een graad of 6 overdag. En in de nachten rond, of misschien net iets zonder het vriespunt. Maar al met al zijn dat eigenlijk normale temperaturen voor de laatste dagen van februari. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.